Eindelijk is hij er, vlog nummer 25. Ik weet het, je hebt er lang op moeten wachten, maar het heeft zo zijn redenen. Degenen onder jullie die mij op Facebook hebben, zullen het al wel hebben zien verschijnen, maar ik heb besloten om de vlog eventjes op pauze te zetten, om mij volledig te kunnen focussen op de master. Maar ik ben terug, en ik heb ook wat dingen gefilmd. Niet heel veel in de afgelopen tijd, maar wat ik wel nog heb gefilmd en wat ik jullie zeker niet wil onthouden, is, ik heb heel veel achter de schermen gefilmd van Frühlingserwachen, de musical, die ondertussen al gedaan is, afgelopen is, jammer genoeg. Dus daar heb ik heel veel beeldmateriaal van, wat ik u zo meteen ga tonen. Wat heb ik ondertussen nog allemaal gedaan? Ik heb een vlogwedstrijd gewonnen. Ik heb meegedaan aan de vlogwedstrijd voor Entre Deux, dat is de winkelcentrum in Maastricht. En ze organiseerden een vlogbattle om op die manier een nieuw gezicht te vinden voor een winkelcentrum die op maandelijkse basis voor hun een vlog wil maken over het winkelcentrum en over mode en kledij. En ik heb die vlogwedstrijd gewonnen, zoals je kunt zien. wat heb ik dus gewonnen? Elke maand €250 shoptegoed te besteden in het winkelcentrum. Met hele leuke winkels zoals Zara, Men at Work, een Pearl voor brillen en zonnebrillen. Dus ik ben heel tevreden. En in ruil moet ik dus elke maand een vlog maken over het winkelcentrum, over mode, over kledij. En word ik dus op die manier een jaar lang het nieuwe gezicht van Entre Deux. Iets anders wat je kunt zien is, ik heb hier achter mij een iMac. Ik heb een nieuwe iMac gekocht. Omdat je in de vorige vlogs misschien hebt gezien, ik heb veel miserie met mijn laptop gehad. Die is 2 keer gecrashed. Nu is alles in orde, maar ik heb gemerkt dat ik me dat niet kan permitteren. Ik zit, als ik geen laptop meer heb, volledig zonder werk, ik kan niks meer doen. En dat is echt niet oké voor mijn werk. Dus heb ik besloten om, om te investeren in een nieuwe iMac. En ik ben heel content, staat hier achter mij, werkt supergoed, 5K scherm. En dus nu, wanneer mijn laptop zou crashen, of wanneer de iMac zou crashen, maar dat mag echt niet gebeuren, heb ik tenminste een backup, heb ik 2 dingen waarop ik kan werken. Het enige wat me dan nog rest om te zeggen is, sorry voor mijn korte afwezigheid, maar geen zorgen, ik ben weer helemaal terug. En we gaan nu even terug een sprong in de tijd maken. En ik ga alle beelden die ik heb gefilmd de afgelopen tijd tijdens mijn afwezigheid nu in deze vlog steken. Dus alles wat je ziet is al geweest, maar dat wil ik u zeker niet onthouden. Dus veel plezier, ik hoop dat je ervan geniet. En zoals gewoonlijk gaat er op zondag weer een nieuwe vlog aankomen. Bye bye. Het is zover, première week. Deze vrijdag gaan we in première met Frühlingserwachen. En zoals ik al vertelde, de reden dat ik mijn snor had afgeschoren is voor het toneelstuk, omdat ik er 15 moet uitzien. En jongens van 15 hebben geen dikke snor. Maar dat is niet het enige, ik moet ook volledig glad geschoren zijn. En voor mij persoonlijk is het al heel lang geleden dat ik nog echt met het scheermesje geschoren heb. Omdat ik gewoon meer fan ben van een stoppeltje. Dus ja, ik ga me nu transformeren in een wandelende foetus door mij te scheren. Voor diegenen die willen komen kijken, maar eigenlijk te lui of te laat of gewoon vergeetachtig geweest zijn en nog geen tickets hebben gekocht, ik raad u aan om heel snel te zijn, want ik heb daar straks de stand van de reservaties gecheckt en zo goed als elke voorstelling is uitverkocht. Uitverkocht. De eerste, de première, is sowieso volledig uitverkocht tot de nok. Maar alle andere dagen zijn ja, zo goed als vol. Dus als je nog een plaatje wilt bemachtigen voor ons stuk en je wilt mij gladgeschoren zien presteren, acteren, maar bovenal ook zingen, dan raad ik aan om heel snel nog een plaatsje te reserveren op www.tongersnieuwtheater.be. Dus tongersnieuwtheater.be. Heel snel zijn, want het gaat niet meer lang duren voordat alle plaatsen uitverkocht zijn. Een ander trucje wat ze mij hebben geleerd om een heese stem tegen te gaan is die salieolie in een kom heet water doen, er een kwartier boven hangen door mijn neus ademen, zodat de stoom rechtstreeks naar de stembanden gaat en de heesheid verhelpt. Het is de donderdag en morgen hebben we première, dus dat wil zeggen vanavond generale repetitie.
En het woord zei het zelf, het is een hele belangrijke repetitie vandaag. Er komen nogal een paar toeschouwers om te kijken wat zij ervan vinden. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er helemaal heel veel zin in. Maar ja, het wil ook zeggen dat de première heel dichtbij staat en dat de zenuwen stilletjes aan toch beginnen te komen. Hier achter mij is de kleedkamer. Hier is iedereen zich aan het omkleden. Daar is Thibaut met zijn geweldig sixpack. Maar we gaan ons dus nu omkleden. Ik ben al omgekleed zoals je ziet. En nu gaan we make-up krijgen zo meteen. Dan gaan we de headsets aandoen, dan gaan we soundchecken en dan zijn we klaar voor te repeteren. Succes. Dank u. Voilà, hier is ons speelvlak. Daar van achter zit de band, achter het projectiescherm. En ja, hier is de tribune, hier zit het publiek. Het is goed. Ik heb midden in de zaal gezeten, mimisch, alles klopte. Ik mooie lichaamstaal gezien, mooie scenische opstellingen, goede interactie, samenspel, inleving. Wat moet ik zeggen? Voilà, de generaal zit erop. Wat technische fouten hier en daar. Maar spelmatig is dat heel goed, je hebt het gehoord. Christel was zeer tevreden, dus als dat zo morgen en de rest van de voorstelling kan zijn op spel en op zangvlak, dan denk ik dat we ons heel gelukkig mogen prijzen. Ik ben hier vandaag wederom in Hasselt en wederom bij de Switch, want het is weer een tijdje goed gegaan. En nu is mijn laptop weer gecrashed. Godverde, klote. Dus ik ga hem weer binnenbrengen en ik hoop dat ze hem heel snel kunnen maken, want ik heb een aantal opdrachten die eraan komen en die moeten af zijn, dus fuck. Ik kan alles in mijn leven kopen. Dat was heel leuk. Los op mijn bak. Voilà, het is zover. Première dag. Vandaag gaan we in première. Dat is natuurlijk nog niet echt veel stress. Maar bij de rest toch wel een klein beetje stress te bespeuren. Dus we gaan even checken of er inderdaad stress is. Evi, heb je stress? Het begint te komen. Ik zie aan Evi haar gezicht zie ik toch wel lichtelijk wat stress opkomen. Smilla, heb jij stress? Ja. Ja? Ja? Leetje met de grote ogen. Stress? Ja, een beetje. Een beetje? Ja. Ja? Die heeft geen stress, hè? Die heb je? Met geen stress? Helemaal. Meld je vriend. Stress? Hallo, kijk eens. Een beetje, ja. Kato, zeg eens. Geen stress vandaag? Een beetje? Op een schaal van 1 tot 10. 10 zijnde, holy shit, ik heb stress. En 1 zijnde, wow. Oh, dat begint toch al zo mooi, hè? Dus je hoort het. Stress. Voorlopig ben je mij nog niet, maar... Dat dan hier plaats het moment moet. Verdwaald van huis. Mama, de tranen. Mama, de dromen. Voilà, de première. Dit is waar we maanden aan een stuk naartoe hebben gewerkt. Maanden van intensieve zangles, choreografie, spel, repetities, alles erop en eraan. We komen vandaag allemaal samen in de première van ons stuk Frühlings Erwachen. Het is heel spannend, want we zijn benieuwd hoe het gaat gaan. 1 en 2, hoe het onthaald wordt door het publiek. Maar ik kan wel één ding zeggen, ik heb er enorm veel zin in. Het is nu 20:20, half 9 begint de voorstelling, dus iedereen gaat nu op scène, iedereen gaat zich nu klaarmaken, we gaan nu beginnen. Nu is de spanning absoluut zeker weten aanwezig, maar we zijn er klaar voor, we hebben er vertrouwen in en het zal wel goed komen. Toi, hè? Duimen. Alright, here we go. Het is pauze en het eerste bedrijf is maar ik laat het regisseur zeggen. Het is heel goed gegaan. Voilà. Tweede doen ze nog beter. Tweede hebben we nog beter. Wow. Super goed gedaan.
De première zit erop, het is heel goed gegaan. We zijn allemaal super tevreden, zoals je kunt zien. Iedereen is extatisch, dus heel tof. Nu kunnen we de eerste voorstelling kunnen we goed afsluiten. Ideaal. Merci. En nu gaan we naar de foyer, dat zijn alle mensen. En dan gaan we iets een glaasje meedrinken en dan gaan we eens vragen wat ze ervan vonden. Hopelijk goed, hopelijk goed. Ik ben hier vandaag in Genk, want ik heb een meeting met Yolanda Tamburi. Zij heeft de Vintage Eames winkel in de Venestraat. Daar verkoopt zij originele Vintage Eames stukken. En ze had mij gebeld, ze had mij gevraagd om even samen te zitten, omdat ze misschien een project samen met mij wil doen. Dus ik ga even horen wat ze van plan is. Alle naar de Venestraat. Zo, die waren top. Gezelligheid, mooie geschenkcentrum. Fijne mensen, alles erop en eraan, ja. Zon, top. De Venestraat. Chic zo, dankjewel. Als de expo afloopt, dan moet dat je boek aanraken. Nee. Dus kan je dat zitten uittesten en Ik ben juist buiten bij Yolanda en het was een super aangenaam gesprek. Ik mag niet te veel lossen over wat er gaat gebeuren, maar wat ik wel kan zeggen is dat het een heel cool idee is, dat ik heel fier ben dat ze aan mij denkt hiervoor. Het is heel revolutionair en ik kijk er naar uit om eraan te beginnen. Welke dag is vandaag? Maandag. Oh ja. We zijn vandaag maandag en we hebben twee voorstellingen vandaag. We hebben vanmiddag rond 1:30 hebben we één voorstelling gespeeld voor een schoolpubliek. Dus dat is middelbare school, vierde middelbaar. Die zijn komen kijken. En tussen die voorstelling en vanavond hebben we even wat pauze. Want vanavond spelen we opnieuw een voorstelling voor een gewoon avondpubliek. Het is weer uitverkocht, dus dat is heel goed nieuws. Mannen, gaan we vanavond een goede voorstelling spelen? Ja! Ja, mannen, speciaal een dag vandaag, hè? Yes. Het is de laatste voorstelling. Na 8 maanden repeteren en vandaag de 8e voorstelling zit het erop. Zeer spijtig. Ja. Maar we gaan er een lab op geven. We gaan keihard fuck gaan. Fuck iedereen die niet is komen kijken. Echt, fuck you, fuck you allemaal. Fuck you. En echt iets fuck gemist. You too. Echt waar. Dus volgende keer gewoon komen, want ja, fuck you. Ja. Laatste keer op het podium. Laatste keer met DJ op het podium. Laatste keer knuffelen met Christel voor de voorstelling. Laatste keer. Laatste keer met Shafi gaan babbelen zonder voor de voorstelling. De allerlaatste keer. Laatste keer op mijn stoel zitten bij de voorstelling. Laatste keer mijn stoel recht zetten. Laatste keer langs Olivier staan bij een voorstelling. Laatste keer door de gang van de kleedkamers lopen bij een voorstelling. Laatste keer de deur open doen voor Smilla. Laatste keer make-up. Laatste keer drummen. Kom la vue à mijn Rome. Laatste keer repeteren. Laatste keer Thibaut te laat. Sorry. Laatste keer Desdemona. Dat is een geil ding, ze. Laatste keer een giechelende Smilla. Laatste keer soundcheck. Laatste keer Thibaut. Ik trom weg in de echo. Het is jammer genoeg de laatste vandaag. We gaan er nog een goede lap op geven, want er zit heel veel volk in de zaal. Ik hoop dat we ze gaan gezet krijgen. Maar, goed, houd je geconcentreerd, geef er nog een goede laatste lap op. Geniet ervan de laatste keer. TNT, TNT, boom! Yeah.
half negen komen de mensen binnen. Het is nu 8:15. Dus ik heb niet meer lang om te filmen. Dus het zijn de laatste paar minuten die ik kan filmen voordat we eraan beginnen. Als je dit filmpje ziet, is de laatste voorstelling al achter de rug. Nu weet ik nog niet of het goed gaat gaan of niet. Ik hoop uiteraard van wel. Aan iedereen die gekomen is naar Frühlingserwachen, heel veel bedankt. Dankjewel voor alle leuke reacties. Als je ons niet hebt gesproken en je wilt toch nog laten weten wat je ervan vond, doe het dan zeker in de comments. Merci's en ik hoop dat we u zeker een keer mogen terugzien op een van de andere voorstellingen. Ciao. Ik ben hier vandaag in Maastricht in Centre Keramiek, want in navolging van de vlogwedstrijd die ik gewonnen heb, hebben ze me gevraagd van RTV Maastricht om een radio-interview te komen doen. En dat is dus hier. En daarom ben ik vandaag naar Maastricht gekomen. Ik heb wel een beetje een keelontsteking, dat is wel minder, maar we zien wel. Het zal wel gaan. Zondag zal het zijn met onze eerste gast. Hij is van Tongeren, Marijn Carton. Ik zeg nog altijd met de C van Cornelis. En hij heeft onlangs een hele mooie prijs gewonnen. Na 2 maanden vloggen, dat mag hij straks even zelf uitleggen wat dat nou weer voor een raar woord is. En een zinderende finale is in die vlogwedstrijd van Winkelcentrum Antwerpen. Uiteindelijk is die gewonnen door deze vriendelijke Belg Marijn Carton. Die vlogwedstrijd die was door het Winkelcentrum bedacht om Antwerpen nog meer bekendheid en een gezicht te geven. En om de winnaar te kiezen kon via Facebook op de deelnemers, het waren er 9 in getal, worden gestemd. Uiteindelijk bleven er 4 finalisten over. En de winnaar uit Tongeren draagt de naam Marijn Carton. Welkom, Marijn. Goedemiddag, hallo. Je hebt een bedrag van, allereerst, want jij schoof aan en zei, ik liep daar rond en ik dacht, Antwerpen, waar is dat? Waar ligt dat? Je was er bijna dagelijks, maar je wist niet dat dat de Antwerpen was. Inderdaad, ja. Ik woon in Tongeren, dus heel dicht bij Maastricht. En ik ga heel vaak naar Maastricht om te winkelen. En ik kwam dus heel vaak in de Antwerpen, maar ik wist totaal niet dat dat ding zo heette. Ja. Dus ik was even aan het zoeken, waar ligt de Antwerpen nu? Maak je al een goed debuut eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar ik bedoel, heb je dan meteen wel de juiste alchemie weten te raken? Dus het gaat om over het vloggen en die Antwerpen in de etalage te zetten, want daar ging het eigenlijk om. Hè? Daar ging het eigenlijk om. Het ging er vooral om het winkelcentrum in een mooi daglicht te zetten en om eens te zien wat het aanbod nu juist is. En aangezien ik daar toch vaak ging winkelen, wist ik heel goed wat het aanbod was. En dan kon ik het volgens mij ook op de juiste manier in beeld brengen. Oké, want je was er regelmatig, frequent dus wel in die Antwerpen. Ja, maar wist gewoon niet dat het de Antwerpen was. Nee, totaal niet. Oh, heerlijk. Lang leven de verwarring. Hoe mooi kan het zijn? Top. Ja, voor jou is het een verslaving, want ik zag hier het hoekje al omkomen met een camera volop in de aanslag. Jij vlogt volgens mij alles wat los en vast zit, hè? Zo goed als, ja, inderdaad. Ja. Ben je niet echt selectief in die dingen? Toch wel. Je moet wel, denk ik, als je jezelf profileert op internet, heel duidelijk weten wat je toont en wat je niet toont. Ik kan niet zeggen dat ik een gigantisch grote geheim heb, maar ik weet wel heel goed wat ik privé wil houden en wat niet, ja. Waar ligt jouw vlogziel dan, als het daarom gaat? Het hangt er een beetje vanaf. Ik doe heel veel dingen in mijn leven, op professioneel vlak en ik zit ook nog op school. Dus dat zijn dingen die ik wel in beeld breng. Maar bijvoorbeeld... Mag daar van de leraar vloggen in de klas? Hangt van de leraar af. Ja, voor het moment, ja. Okay. Maar echte privé dingen, gelijk thuis en zo, dat hangt er vanaf. Dat hou ik wel voor mezelf. Mm-hmm. Inmiddels dan dus wel een kleine VIP op dit moment, als zijnde vlogger. In het vloggenland. In Tongeren en in Maastricht misschien, ja. In Tongeren en in Maastricht, ja. Dat is wel een mooi begin, vind ik. Ja, heel mooi, zeker. Ik moet wel zeggen, de finale, het was wel pittig. Was pittig, ja. Ja, 1,5 uurtje om alles te filmen en te editen, was toch stevig, moet ik zeggen, ja. Beschrijf het dus in een notendop. Ik bedoel, jullie zitten met z'n vieren klaar en reageren op dat ene moment of op een gebeurtenis en maken daar een filmpje, een vlog van? Ja, het catwalk-evenement vond plaats in Maastricht op dat moment. En we kregen dus 1,5 uur de tijd om alle beelden die we nodig hadden te schieten en dan ook te editen. En als je weet dat ik normaal, ik hou een wekelijkse vlog bij, als ik normaal van heel die week iets wil editen, dan ben ik daar ongeveer 4 uur aan bezig. Dus dan was dit wel heel, heel pittig. Dus ik heb me heel goed voorbereid. Ik heb heel duidelijk op voorhand gezegd, dat ga ik filmen, dat ga ik doen. Ja. En voilà, het is toch gelukt. Dus je hebt enkele nachten overgeslagen in voorbereiding? Dat nu ook weer niet, maar ik heb er toch wel heel hard over nagedacht. Ja. Oh, het goed, man. Ja, dat vloggen, dat neemt een hele grote vlucht, hè, anno 2017. Waar gaat dat uiteindelijk naartoe? Ik bedoel, ik zou me bijna voor kunnen stellen dat je een regisseur bent in een notendop inmiddels. Goh, dat is, het is eigenlijk een soort fenomeen, gelijk gezegd, wat heel populair geworden is. En heel veel marketingbureaus springen daar nu op. Omdat vroeger was het grote typische reclamebeeld van een Marlboro cowboy langs de straat. Die grote banners en zo. Die grote banners, inderdaad. En nu verschuift de macht op reclamevlak eigenlijk meer naar de consument zelf. Mensen hebben veel meer middelen om zelf hun dingen in beeld te brengen. Mm. En vloggen is daar een heel belangrijk onderdeel van. Okay. Dus het is nu heel hard aan het boomen, maar waar het gaat eindigen, dat zullen we moeten afwachten. Dat weet ik niet. Dus je moet je dan in die zin, wil je geld verdienen, wel verbinden aan de zelfstandige wereld. Om uiteindelijk een portemonnee gevuld te krijgen. Wil je er echt geld mee verdienen, wel.
maar dat is voor mij niet echt de bedoeling. Ik heb mijn eigen zaak hiernaast en vloggen is gewoon een hele leuke bijzaak. Oké, vroeg je even geïnteresseerd, zaak ernaast, wat doe je? Ik ben zelfstandig grafisch ontwerper en ik hou me bezig met social media, huisstijlen en nu ook wat meer video. Aha, ja. Multigetalenteerd schizofreen bijna. bijna, ja. Waar moet het naartoe? Kan je dat allemaal filteren? Ik bedoel, ik kan me dan ook indenken dat je bijna schizofreen in slaap valt met al die Ik ben beelden. Eigenlijk constant bezig, 24 uur op 24, 7 op 7. En soms... Living fast. Ja, inderdaad. Camera loopt, hè, zeg ik. Ja, want dat doet hij, hè? Je brengt jezelf een beeld, geloof ik. Ik breng mezelf een beeld, inderdaad. Ja. We gaan voor de verandering ook een keer omdraaien, kijk. Oh, daar zijn we dan. Ho. Ik heb niet echt een vlogface, hoor, moet ik zeggen. Maar goed. Allemaal erbij, kijk. Allemaal op de vlog. Hoppakee. Ja, Ivo vindt van wel. Maar goed, dat vragen we dan straks wel waarom dat zo is. Ja, Marijn, even voor wat betreft de glazen bol, voor zover je het kan benoemen. Hoe ziet het er in de toekomst uit? Wat ga je doen? Waar wil het naartoe? Waar moet het naartoe? Ik zou heel graag sowieso mijn eigen zaak verder willen uitbouwen. Dat is hetgeen wat ik nu het liefste doe. En het belangrijkste voor mij is dat ik gewoon de rest van mijn leven kan bezig zijn met de dingen die ik graag doe. En dat is ontwerpen, dat is creatief bezig zijn, zowel online als offline. Mm-hmm. En waar dat die passie mij naartoe brengt, dat zullen we wel zien. Maar het belangrijkste is dat ik daar gewoon mee bezig kan blijven. Ja, ja. Ik dank je voor de tijd en tekst en uitleg, Marijn. En wens je alle succes in de verdere vlogtoekomst. Super, dankjewel voor het aangename gesprek. Graag gedaan. Voilà, radio-interview zit erop. Dat vind ik zo fijn aan Nederlanders. Hè. Het is gewoon, al die babbels zijn zo vlot, zo spontaan. In België is het altijd zo'n beetje awkward en zo wat ingehouden. En Nederlanders die zijn gewoon, die zeggen wat ze denken. Ik voel me daar super fel mee op mijn gemak. Dus oké, dat is in orde. En nu ga ik richting Maastricht Centrum. Het is wel, als je het kunt zien, zeer vies weer. Maar ik ga richting Maastricht Centrum. Richting de Entre Deux, omdat ik het prijzengeld van deze maand al heb ontvangen en ik ga eens kijken wat de Entre Deux mij te bieden heeft. Ja, ja. Het is vrij vies weer in Maastricht vandaag, het regent. Maar het zou stom zijn om nu niet te gaan. Het is toch, ben toch in Maastricht, ben toch in de buurt. Dus ik ga eens kijken naar de Entre Deux. Het was echt niet aangenaam om te winkelen met vies weer, met regen. Maar ja, de markt is hier wel. Het is wel gezellig. Shit, ik ben nu dat mijn batterij leeg is. Mijn batterijsymbooltje is aan het flikkeren, dus ik ga niks meer kunnen opnemen. Sorry, hij gaat zo meteen uitvallen. Maar ik zal u zeker achteraf vertellen als ik iets gekocht heb.